Want dat zou betekenen dat hij zijn eigen waardevolle item waar hij waarde aan hecht, zou hij opblazen, om zo maar te zeggen. Als er iets is wat je niet wil, is dat natuurlijk wel. Dus op die manier heb ik een soort van safe protection over mijn huis, dat die raket hier niet gaat komen. Yo kijkers van Duffy Games en leuk, dan zullen we kijken naar een nieuwe Mindopia villa hier vanuit de Clowns villa met mijn eigen berg genaamd de Duffy berg. Ik denk dat ik de enige ben in Mindopia die kan zeggen, hey, ik heb een berg, maar alleen het is ja dan wel verkeerd gespeld. Maar goed, heb jij in ieder geval vandaag weer zin in mensen, klik alvast natuurlijk even op dat duimpje omhoog. En als je natuurlijk nieuw bent, abonneer je vooral eventjes natuurlijk, welkom. Voor de mensen, we hebben natuurlijk allemaal gisteren kunnen zien wat er is gebeurd. Ik ben natuurlijk op Davids kantoor geweest. Ik heb hem daar opgewacht om zo maar te zeggen. En daarna heb ik een pittig gesprekje met hem gehad. Er moest helaas een gun bij te pas komen. Maar ja, van mij hoeft dat soort dingen niet. Uiteindelijk heb ik hem natuurlijk meegenomen naar zijn lulverhaal over wat hij denkt. Wat er met de city gebeurt. Nou ja, als hij zegt dat de aliens komen, geloof ik het ook. Maar goed, heb ik hem in ieder geval meegenomen hier naar Mindopia toe. En ik heb met hem een goed gesprek gehad over alles erop en eraan. Mocht je het hele gesprek willen zien, dat kan je zien op DDC, op Davids kanaal. Maar waar het op neerkomt is, in eerste instantie, lachte hij me uit om een villa van, ach wat is het ook grappig hè, je hebt een mooie villa. En het is nou een soort van, ja, clowns villa geworden of weet ik het allemaal. En meneer vond het grappig en leuk en weet ik het allemaal. Terwijl, letterlijk, hij had de verfspetters op zijn shirt zitten, op zijn schoenen zitten, op zijn handen zitten. Dat je denkt van, David, really? Uiteindelijk heeft hij niet echt 100% toegegeven dat hij dit heeft gedaan. Hoewel, weet je, ik heb hem toch echt duidelijk gemaakt dat hij niet op OP dit plot staat. En dat het geverf wat dat betreft. Maar goed, hij beweert ook dat het misschien wel waterverf is. En dat het met een paar regenbuien eraf gaat. En weet ik het allemaal. Nou, ik had zoiets van, gast, ik weet niet waar je allemaal lult. Maar je gaat het gewoon fixen. En ik moet zeggen, we hebben er wel wat mooie dingen uitgehaald, om zo maar te zeggen. Het enige waar ik niet blij mee ben, is hetgeen wat hij zei over een raket. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Als het goed is, gaat David er zelf nu voor zorgen. Of zelf, of via het bouwbedrijf. Of in ieder geval dat mijn villa weer mooi wit wordt. Daar gaat hij in ieder geval voor zorgen. Daar ben ik in ieder geval blij mee. Hij gaat ook voor zorgen dat deze verschrikkelijk rare deuren uit mijn huis zijn. Want hij ook denkt van, why? Weet je wel, why? Die gaat trouwens goed zo ook uit. Ik ben wel een beetje bang voor mijn gewone deuren nog. Want hij begon er weer te grappen. Moeten alle deuren eruit dan? Weet je wel, dus dat van die dingen, I'm not sure. En wat uiteindelijk ook nog gefixt gaat worden is, want dat weet ik dus. Hij heeft natuurlijk contacten met echt heel veel mensen van de staat en weet ik het allemaal. Uiteindelijk gaat er ook voor mij een nieuwe auto gefixt worden. Zo'n nieuw model auto, zo'n hele mooie, die gaat hij voor mij regelen. En op zich vind ik dan dat we wel kiet staan. We hebben ook, zeg maar, we hebben niet echt de hand geschud, maar wel een beetje van, weet je, oké, laten we het dan nu maar normaal doen, om zo maar te zeggen, naar elkaar, weet je wel. En ik denk dat het dan wel fair is. Ik bedoel, hij zorgt voor mij dat mijn huis weer normaal wordt. En hij zorgt voor mij voor een auto. Ik heb hem natuurlijk ook neergeschoten natuurlijk, voor alles wat hij heeft gedaan en alles. En hij betrekt mij niet bij de dingen. Dus ik denk dat we dan wel zo'n beetje kiet staan. Alleen één ding is, wat, er staat iemand op mijn dak. Oké, er staat iemand op mijn dak. Eens even kijken wie er op mijn dak staat. Want ik wou dus zeggen, één ding wat mij niet fijn lijkt. Wat is hij hier aan het doen? Hallo? Dan ga je er snel. Dan niet, weet je. Gewoon gesprek aangaan. Nee, we rennen weg. Want, I don't know. Maar één ding wat mij dus niet aanstaat wat dat betreft met David, is het feit dat hij heeft gezegd, luister, ik kan een raket op jouw huis afvuren. Ik heb de raket gezien, mensen. Dat is volgens mij geen bluff. Ik heb het command center gezien, alles erop en eraan. Hij heeft de raket. Ik denk oprecht dat hij hem kan gebruiken. En de grootte van die raket, I don't know, ik denk dat zeker mijn half huis ermee naar de galamies is. Als je het al zou doen, hè. En dan wil ik niet zeggen dat hij dat gaat doen. Maar ik vond het wel een hele nare opmerking waar ik heel het over na zit te denken van, ai, dat zou echt dood en doodzonde zijn als dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Want moet ik niet vergeten, ik denk dat ik hem wel een beetje boos maak met het doodmaken, zijn kluissleutels hebben, wat ook allemaal. Dus ik moet dat counteren. En ik heb daar een heel erg goed idee voor. Dat is namelijk, ik moet een waardevol item van David hebben, wat ik in mijn huis heb zitten, waardoor hij het niet doet. Want dat zou betekenen dat hij zijn eigen waardevolle item waar hij waarde aan hecht, zou hij opblazen, om zo maar te zeggen.
Als er iets is wat je niet wil, is dat natuurlijk wel. Dus op die manier heb ik een soort van safe protection over mijn huis, dat die raket hier niet gaat komen. Het enige is, ik heb werkelijk maar geen idee waar hij veel waarde aan hecht op dit moment in Mindtopia. Het enige wat ik weet is, hij heeft natuurlijk daar in het F5 gebouw zijn kamer of iets wat dan ook allemaal. En hij heeft natuurlijk spullen in de city, dus ik neem aan dat hij dan of alles hier in Mindtopia heeft, of hij heeft ergens in de city nog een plek waar hij dan nog een onderkomen heeft. Want hij heeft natuurlijk het eiland, maar de eiland hebben we gecheckt, daar zitten geen spullen op. Hij had er wel natuurlijk over dat hij heel veel kleding wou gaan verschepen of wat dan ook allemaal, maar hij heeft natuurlijk ook andere spullen, dus ik denk dat hier in zijn huis hier moet liggen. Dan gaan ze even kijken of hij misschien wel met deze kluissleutel misschien ook wel naar binnen kan. Ja, weet ik veel. Ik bedoel, ik kan natuurlijk altijd proberen, right? Ik kan natuurlijk altijd proberen van, yo, what's going on? En ik weet dat dit zijn gebouw is. Ik weet dat hij hier een kamer heeft, namelijk letterlijk deze hier. Dus ik heb zoiets van, yo, why not? Terwijl er staan twee namen op. Dus David en Jobco. Kunnen we iets van plotinfo doen? Je bevindt je momenteel niet op een plot. Dat is wel ongemakkelijk natuurlijk. Hè? We kunnen dus hier nu op dit moment geen plotinfo doen. En ik weet dus ook nu niet. Wel dus. Oké. Het hele dus David hier klopt dus al niet. Dan ben ik dus blij dat ik niet eens überhaupt iets heb geprobeerd. Want uiteindelijk gaan alarm af wat ook allemaal. Maar waarom heeft David dit huis verkocht? Weet je wat? Heeft hij dan ergens hier helemaal een rotjoch hier? Nee. Heeft hij dan helemaal geen huis hier meer? Of heeft hij misschien verdieping naar boven gegaan? Nee. Nee, ook niet. Hè? Waar heeft hij zijn spullen? Wie is dit? Kan ik ook zeker niet zien. Nee, dat kan ik niet zien. Dit is van Faco. Nee, ze ook niet. Dit is van... Nee, ook niet. Dit is van... Nope, ook niet. En dit heeft allemaal vrijwel geen naam. Ja, natuurlijk, Mike heeft het ding openstaan. Dat is fucking usual. Maar nee, dat is het ook niet. Oké, dan denk ik. En is het ook gewoon open. Maar ja, dit is gewoon iets van een museum of iets. Dan heeft David dus al zijn spullen ergens anders ondergebracht. Dat moet dan haast wel zijn in de city. Dan heeft hij ergens in de city een appartement of iets. Right? Maar waar is dan de vraag? Want de city is nogal groot. Hoe gaan we dit doen? Even kijken. Hoe de hel ga ik erachter komen waar David's appartement is? Ik kan natuurlijk gewoon op straat aan mensen gaan vragen van, yo, weet jij misschien waar David's appartement is hier in de city? En als ik de ene maar vind die het weet, dan weet ik natuurlijk de weg ernaartoe. Dus wat dat betreft, hoef ik niet zo heel veel te doen. Zou ik me afvragen wat... ik weet niet wat mensen hier allemaal op dit moment bij mijn villa doen, maar... Ja, dat dus. Er klimmen mensen op mijn dak op. Er lopen mensen dingen te spieken, wat dan ook allemaal. Ik vind het allemaal maar raar wat hier gebeurt. Ik ga hier ook gewoon weg, want... I don't know. Ik ga naar de city toe. Ik ga in de city dan... Heeft hij misschien hier nog een huis? Nee, zo rijk was daar... Ja, wel een eiland nu. Maar zo rijk is hij niet dat hij hier ook nog een huis heeft, I guess. Ja... We gaan denk ik terug de city in. We gaan terug de city in. We gaan kijken of we daar ergens David zijn appartement kunnen vinden. Misschien als jullie het weten, mag je het ook achterlaten in de reacties. Dan kunnen wij gaan kijken of ik daar misschien naar binnen kan. Of ik daar misschien iets, I don't know, weg kan halen van wat voor hem misschien wel een waarde heeft qua emotie of wat dan ook allemaal. En dan op die manier, I don't know, iets van hem meenemen waardoor ik een soort van safe zone heb geprotect bij mijn huis. Ik denk dat hij op dit moment namelijk heel erg druk bezig is natuurlijk met... vooral met zijn eiland. Weet je wel, ik denk dat hij daar nu de meeste van zijn tijd zo op gaat spenderen. Om het natuurlijk allemaal ready te maken, safe te maken. Noem het allemaal op. En als je zegt van, weet je, ik ben klaar met Duffy. Wat ik in ieder geval denk. Dus ik denk dat ik op zich dat dan ook wel een free pass heb. Maar misschien woont hij ook wel helemaal niet hier. En woont hij in fucking Cosmopolitan. Of woont hij in, I don't know, Gradio? I don't know. Ik moet gewoon in ieder geval de plek hebben waar David zijn freaking spullen heeft liggen. En als ik dat eenmaal weet... Ja, dan kan ik natuurlijk er even lekker doorheen gaan lopen neus en gaan kijken van, goh, wat ga ik nou in godsnaam wel meenemen? En dan natuurlijk puur en alleen als een soort van safe zone voor mijn eigen huis, dat hij me niet gaat aanvallen. En op die manier, hey, komt het dan in ieder geval allemaal goed en kan ik denk ik veilig slapen zonder dat ik bang hoef te zijn dat er een, ja, raket mijn huis binnen slaat nogal. Ongemakkelijk natuurlijk dat je zo wordt bedreigd met zoiets, want om daarmee naar de politie te gaan is ook geen optie, maar echt, what the fuck.
Voor nu mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even lekker dat duimpje omhoog aan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.